stel uzelf voor in exact 30 seconden. Ik ben Ine Tombeur, 47 jaar en ik woon in Tiene. Samen met mijn twee tienerzonen en mijn man Diederik. In Tiene ben ik ruim 9 jaar schepen van sociale zaken. Iets wat mij enorm boeit en waar ik ook op het Vlaamse niveau mee aan de slag wil gaan. Daarnaast ben ik sinds 2019 voorzitter van onze eerste lijstzone ELZO. Op 9 juni vindt u mij terug op de lijst van N-VA en op de 5e plaats. Waarom stapt u in de politieke strijd? Ik ben in Tiene al 9 jaar schepen, onder andere van sociale zaken. En ik wil dat gegeven eigenlijk mee doortrekken op het Vlaamse niveau. Het sociaal beleid doen we vanuit een duidelijke visie. We willen ervoor zorgen dat we iedereen meekrijgen, voldoende kansen bieden, zodat ze terug in onze maatschappij kunnen terechtkomen. En taal en tewerkstelling zien wij daar als twee belangrijke hefbomen. Als ik dan naar het taalgegeven kijk, we zien thuistaalkleuters. De thuistaal bij de kleuters is steeds vaker niet het Nederlands, dus we moeten daar echt wel oog voor blijven hebben. Maar aan de andere kant ook bij de ouders. We zien nieuwkomers moeten 1.2 als basistaalniveau hebben, maar ik vind echt wel dat dat omhoog mag gaan, zodat ze een volwaardig deel kunnen uitmaken van onze maatschappij. Aan de andere kant denk ik ook van die nieuwkomers, we zien dat, die willen eigenlijk wel vrij snel aan de slag, maar omwille van bijvoorbeeld nog niet het vereiste taalniveau, duurt dat langer. Dus ik denk dat we daar ook wel op zoek moeten gaan naar oplossingen, bijvoorbeeld taal op de werkvloer, zodat de integratie van beide kanten kan komen. Nu, aan de andere kant vraag ik mij ook soms wel af hoe sociaal is ons sociaal beleid nog. Bijvoorbeeld, ik was onlangs in gesprek met een mevrouw die pas op pensioen was. Ze doet vrijwilligerswerk in een inloophuis. Ze heeft een pensioentje van om en bij de 1600 euro. En daar hoort ze bijvoorbeeld dat mensen een leefloon krijgen van om en bij de 1700. En bovenop het leefloon krijgen die dan nog eens toeslag voor het openbaar vervoer, elektriciteit, sociaal tarief voor telecom. Dus dan vraag ik mij soms af, komen onze sociale voordelen nog wel terecht bij degenen die daar recht op hebben? Want ik krijg daar eigenlijk niet meer uitgelegd aan die mensen van waarom moet ik toekomen met dit pensioentje, terwijl iemand met een leefloon ook nog eens zoveel sociale voordelen heeft. En ik wil dat terug kunnen uitleggen. Ik wil ook echt dat iedereen die het nodig heeft, echt wel krijgt waar hem recht op heeft. Dus echt het verhaal van de rechten en plichten terug in het sociaal beleid te krijgen. Welke quote heeft u gekozen? Ja, ik heb een quote van Gandhi gekozen. En de quote is eigenlijk, een samenleving wordt bepaald hoe het omgaat met zijn meest zwakken. En daar ben ik eigenlijk ook wel van overtuigd. Wij moeten de zwakken voldoende kansen geven, zodat ze terug deel uit kunnen maken van onze maatschappij. En in een latere fase zelfs mee aan onze Vlaamse welvaart bijdragen. En ik zie daar de werkstelling of misschien eerder activering als iets heel belangrijk. Binnen het sociaal beleid, bijvoorbeeld van leefloon, dat is een recht eigenlijk. Dat is een wettelijke verplichting van die of die persoon heeft recht op een leefloon. En als OCMW hebben wij bijvoorbeeld daar niet veel hefbomen voor. Het enige hefboom die we hebben is eigenlijk de werkstelling. Maar we weten ook, voor verschillende zwakkeren is die tewerkstelling te hoog gegrepen. En wij zetten dan echt wel in op activering. Dus wij kijken, wat kan die persoon aan? Is dat bijvoorbeeld nog een onderliggende problematiek van verslaving eerst aanpakken? Is dat richting tewerkstelling? Zijn dat 1 of 2 dagen vrijwilligerswerk? Maar we verwachten eigenlijk van onze cliënten, ook binnen het OCMW, dat zij stap voor stap richting een zo hoog mogelijke activering kunnen gaan. En waarom vinden we dat ook belangrijk? We horen dat ook van onze mensen. Mensen die bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen, die hebben terug structuur in hun dag. Die weten, die dag en die dag moet ik daar zijn. Ik heb een stukje verantwoordelijkheid. En door die verantwoordelijkheid krijgen zij ook terug zelfrespect. Dus eigenlijk op die manier vind ik het toch wel belangrijk om te gaan met onze kwetsbaren. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Frida Brepoels. Ik denk hier in het huis wel heel gekend. Waarom? Ik ben in de politiek beland na een lange gyrocarrière. Dat was nog in Limburg.
En zo ben ik eigenlijk via bij de Volksunie beland. En na 2 jaar deed het splitsingsscenario van de Volksunie zich voor. En Frida Breepoels trok toen samen met Geert Bourgeois het project Vlaams Nationaal. En Frida vroeg toen eigenlijk aan mij, Ine, ik was toen nog jong, en zie jij het niet zitten om mee in Limburg die jongeren warm te maken voor ons project? Dus ik ben toen heel veel met haar op de baan geweest en ik vond haar inhoudelijk ijzersterk. Ze had een enorme overtuigingskracht. Maar keer op keer kwam daar ook wel die menselijkheid in boven. En ik heb daar eigenlijk wel geleerd van kijk, zorg dat je het menselijke bewaart in de politiek, maar zorg ook dat je inhoudelijk enorm sterk staat. Maar aan de andere kant kan ik soms het rebelse kantje van Zoual Demir ook wel enorm appreciëren. Wat zijn uw politieke interesses? Ja, ik denk dat je het al wel een beetje gehoord hebt. Het sociale beleid trekt mij enorm aan. En zeker de hefbomen rond taal en tewerkstelling. Ik geloof ook heel erg in een rechtenplichtenverhaal binnen het sociaal beleid. Maar waarbij we zeker oog moeten hebben voor de meest kwetsbaren. Dat we die zeker ook mee op die kaart kunnen trekken. Aan de andere kant, ik ben ook voorzitter van een eerste lijnszone. En zorg- en welzijnsvragen intrigeren mij ook enorm. Waarom eigenlijk? We weten eigenlijk allemaal dat zorg-welzijn kraakt. Hè? Als ik kijk naar de financiering, de zorgplanning, maar ook het personele. En ik denk dat we daar echt wel naartoe moeten gaan, naar heel innovatieve oplossingen. Oplossingen die out of the box zijn. En ik denk dat we daarbij de patiënt, cliënt met zijn zorg- of welzijnsvraag echt wel centraal moeten gaan stellen en zien hoe andere zorgverleners over muurtjes heen, over schotten, over lijnen heen eigenlijk de beste zorg of welzijn aan die patiënt en dienstomgeving kunnen geven. Wat kan er anders en beter in de politiek? Dat is een moeilijke, maar ik merk, ook zeker in Tine, het vertrouwen in de politiek is absoluut niet meer hoog. En dat vind ik wel spijtig. En ik zou het ook heel spijtig vinden moesten we de politiek eigenlijk aan de extreme, zowel de linkse of de rechtse, overlaten. En dan denk ik dat we soms ook wel eens mogen zeggen van de vatsigheid, om het zomaar te zeggen, die begint toch wel in die politiek te zitten. En dan denk ik dat we wel een vraag mogen durven stellen. Kunnen we misschien meer doen met minder? En dan komt de discussie naar boven van moeten er zoveel parlementsleden nog steeds zijn? Dus ik denk dat we dat debat zeker wel moeten kunnen openen. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb mijn sport-t-shirt mee. Een t-shirt van de gymclub Tine. Ik heb als kind heel veel geturnd, ook keurturnen. En ik ben sinds 3 jaar lid van de gymclub Tine. We hebben daar een pluswerking, de Gymfit. Waarbij we eigenlijk met mensen die vroeger ooit geturnd hebben, terug op de toestellen kruipen. We werken een beetje aan lenigheid, een beetje conditie. En dat geeft mij enorm veel energie. De woensdagavond van 8 tot 9:30, dat is mijn moment om te gaan turnen. En als ik dat een keer moet skippen door omstandigheden, ja, de vrijdag merk ik dat wel. Dan ben ik zo'n beetje meer ambetant, om het zo maar te zeggen. Dus sporten geeft toch wel energie.